Weet je nog dat ik de vorige keer zo'n mooi boeket schikte van die snelweg bos? Nou, dat gaan we ditmaal weer doen, maar dan met het groen erbij. En ik kan je heel eenvoudig uitleggen hoe dat gaat. Nou, we selecteren in eerste instantie al het groen. We pakken wat blad, wat verschillende structuren bij elkaar. En we pakken weer een bloem. En dan net even weer een wat andere bloem dan dat we hier hebben gedaan, zodat je uiteindelijk een heel mooi geheel krijgt. En eigenlijk stapelen we het gewoon op zo. Nog een handige tip is om af en toe eventjes het boeket een slag te draaien. Dan heb je weer een hele andere kijk, zodat je ook aan alle zijden mooi de bloemen ziet. Eigenlijk herhaal je continu dezelfde handelingen. En hou je het op een gegeven moment rechtop en kijk je er eventjes naar van, nou ben ik een beetje goed bezig. Dan kan je namelijk heel snel bepalen, nou waar moet nog wat. We hebben hier bijvoorbeeld een heel mooi bladsoortje. Nou, het is eigenlijk best leuk om die er wel een beetje uit te laten steken. Waarom niet? Het is een hartstikke mooi blaadje. Zo creëer je ook een beetje zwoem. Het mag wel een beetje leven. Nou, en dan kijk je van, nou waar moet er nog een? Nou, ik vind het eigenlijk hier wel mooi. Hup, leg hem er gewoon op. En we hebben hem nog steeds parallel, dus we leggen het er gewoon allemaal op. En zo bouwen we aan het boeket. We voegen nog eventjes wat blad toe aan de onderkant. Zo verbergen we de bloemen niet en zorgen er toch voor dat het toegevoegde waarde heeft. Ik hou het bindpunt nog steeds heel mooi schoon. En daarboven zit gelijk heel mooi blad. Nou, zo zie je, het heeft veel meer zwoem, het heeft veel meer kracht. Je ziet veel beter de bloemen, maar je gebruikt wel heel mooi dat blad. En groen is natuurlijk fantastisch. Je houten gestelen kan je natuurlijk niet afsnijden met een mesje, dus gebruik daar gewoon een snoeischaar voor. Dat doe je als volgt. Eigenlijk altijd allemaal een beetje dezelfde lengte houden. Nou, en je hebt binnen een mum van tijd een prachtig boeket. Zet hem in de vaas en geniet er maar. Nou, we hebben nu hele mooie bloemen over. In het volgende filmpje laat ik zien hoe je heel eenvoudig het in mooie vaasjes kan doen. En een hele mooie display kan maken voor op je salontafel.